Al heel snel wordt gezegd, aardappelen en uien groeien niet in Suriname. Uitproberen is de benadering van de stichting Soil Masoncondre, die Soil Masoncondre hanteert bij haar onderzoek getiteld Wat werkt in de landbouw in Suriname? Onder begeleiding van het Polytechnic College heeft Kevin Steegs, student van de Hogeschool Has Den Bosch, een onderzoek gedaan naar de teeltomstandigheden van aardappelen en uien in Marowijne. In november vorig jaar is er gestart met een testonderzoek op de boerderij van Hendrik Pinas, de Dakiti-boerderij. Het doel was de mythe rond aardappelen en uien te ontkrachten. De Surinaamse keuken is ondenkbaar zonder deze twee levensmiddelen. Voor de consumptie echter is Suriname afhankelijk van de import. Deze maand heeft de oogst plaatsgevonden en zowel de uien als de aardappelen hebben goede resultaten laten zien. In een periode van 10 weken zijn er verschillende testen gedaan in Mungo. Soil zal verder experimenteren op basis van Global Gap de kwaliteit te verbeteren. Global Gap is een kwaliteitssysteem die in de agrarische en voedingsketen wordt gebruikt. De komende jaren zullen moeten uitwijzen of en waar in Suriname een uien- en aardappelteelt van de grond geteeld kan worden, zegt Soil Masoncondre.